Nou, dan heb ik hier zo'n klosje gemaakt. Die wil ik hierin hebben. Want als ik nou een lijmklemmetje pak. Neem de eerste, de beste die ik zie. Maar het kan natuurlijk kleiner. Dan kan je dit zo. Eigenlijk moet ik hem verticaal hebben, zie ik. Het hoeft niet veel te hebben. Maar als ik hem recht maak, want anders dan kan je dat goed klemmen. Dan kan dat nergens mee heen. Maar dit is een beetje primitief met die lijmklem. Ik wil wat anders. Ik heb op mijn Colombo heb ik zo'n klemmetje die ook in zo'n rail gaat. Maar zo'n rail moet ik hier hebben. Dus dan kan ik hem heen en weer halen. En dan kan ik dit hiermee klemmen. Heb ik hem niet nodig, dit, dan kan ik hem zo doorschuiven naar achteren. Dus zo'n rail, zo'n T-track, moet ik ook hier hebben. Ongeveer op deze hoogte. Dan kan ik er zo invrezen of zagen. En als dit er nou opgelijmd zit, kan ik altijd dit even aandraaien. Het liefst zo hoog mogelijk eigenlijk, anders heb ik geen handruimte. Even kijken, als ik dit klosje nou hier heb, dat kan. Dan zit hij in het midden van het klosje, dus mijn rail die moet hier op dat hoekje komen. Dus ik zal die, rail, of die kant eraf moeten schroeven en hier een hoekje in zagen, dat zo'n rail hierin kan. En dan kan ik op deze plek kan ik altijd. En nog een mooie bijkomstigheid is hiervan. Je kan natuurlijk ook een willekeurig klosje nemen en hier tussen zetten en als stop gebruiken. Dit voordeel is dat ik dit heb. Dat ik gewoon om kan klappen. En dit moet gewoon zo verticaal komen te staan. Anders klemt hij niet goed. Dus, maar dat is te maken. Dat schuren we netjes af. Kan natuurlijk ook op een schuurmachine. Ik wou het even zo doen. Het is niet zo geweldig. Je plakt hem vast met kit, met lijmkit en kan nergens mee heen. Kan er ook een gaatje door boren dat ik hier een schroefje in doe. Mocht ik later spijt krijgen, kan ik hem er altijd afhalen. Misschien is dat wel iets handiger. Dus als ik hier het midden van mijn klosje als maat neem. En mijn klosje moet recht staan. Dat is hier. Nou, ik moet even hier haaks overhalen. Kijk, komt niet allemaal op een millimeter. Moet wel een beetje uitkomen. Dus dan zou dat gaatje daar komen. Kijk, hier ergens zo. En dan in het midden. Nou, daar. Dan gaan we even een schroefje opzoeken. En dan weet ik de doorsnede van dat gaatje. Ik ga niet eerst een gaatje boren en dan een schroefje erbij zoeken. Want dat schroefje mag niet te groot zijn, anders gaat mijn klosje splijten. Zo, scherpe kantjes eraf. Dit is een stukje grenenhout. Nou, dat ruikt helemaal naar oude schoolbanken. Dus als ik dit of dit doe, dit past het beste. Dus dat is de bovenkant. Die, ik wou zeggen die kwast, maar aan de andere kant zit ook een kwast. Dan zet ik er een paar een keer op. Zo. En dan weet ik dat die zo komt. En dan ga ik hier. Hier hoeft geen gaatje in. Hier moet ik een gaatje hebben. Eerst het schroefje pakken. En roestvrij staal, want dit is aluminium. Als je een ijzerschroefje neemt, dan is het weer dat het op elkaar kan roesten. Ik heb hier een keurig klein schroefje
roestvrij staal. Die, als ik dat opsoeverein, dat ik dat wel voldoende is. Het is een ster schroefje. Even kijken of die hierin past. In die van mij, ja. Oké. Dus 3,5 mm doorsnede. En die heb ik. Kijk, ik zie al gelijk een grote krul. Weet je. Nog een krul. We gaan eens even die. Waar is die schroef? Hier. Even kijken. Dat gaat niet makkelijk. Dus ik moet hem ook even iets opboren. Even kijken of dat. Hij doet het wel. En zo doet hij het ook. En zo zal hij wel diep genoeg zijn. Ja, dat vind ik wel. Oké, dus. Nog iets terug. Nou zit hij stevig. Kijk, nou zie je. Dan kan hij nergens meer heen. Nu met een lijmklem, maar ik koop twee van die T-track en die maak ik hierin. En ik koop zo'n stelletje van die. Van deze dingen erbij. Dan kan ik hem zo. Want het zit natuurlijk gelijk. Dan kan ik hem zo aandraaien. Nou, ik heb hier nou een groefje in gemaakt. Dat hij er zo in kan. Dan kan ik zo deze hier inschuiven. En dan moet deze hier bovenop. Ik heb hem expres erop gezet. Omdat ik even moet kijken hoe die uitkomt. Nou kan die precies nog in het gaatje vlak naast deze. Want deze zit nou op dat railtje eronder. Dan kan je kiezen voor lijmen. Dat kan ook. Als je een beetje lijm tussen doet en die vastzet. Dan komt het ook goed. Maar ik ga het eerst proberen met schroeven. En ik ga eerst die horizontale. Of die verticale doen. Zo. En nu ga ik deze er bovenop doen. Hij komt net op het randje. Ik geloof dat het lukt.
Dan zit hij als een huis. En nu kan ik dit wegdoen en ik kan dit als functie gebruiken, als stop. En ik kan deze erbij halen en hem vastzetten. Ik kan hier nergens mee heen. Nou moet ik even erbij vermelden dat die T-track zijn in verschillende maten verkrijgbaar bij Baptist. En A, B en C noemen ze dat dan. Dit was een B volgens mij voor dit ding. Dat hoorde bij de B. En dit is een andere maat. Maar dit klemmetje dat wilde wel op. Dus het rammelt een beetje, maar hij trekt wel aan. Klaar is klaar. Ik bedoel, het is goed. Ik hoef nou alleen nog twee van deze rail voor mijn verlenging. Want ik heb nou de rail die achter zat, heb ik hier ingezaagd. Op verticaal gezet, om even dat uit te proberen. Nou, ik vind het een fantastische oplossing. En dan heb je dit nog. En dan kan je je werkstuk nog vastzetten. Nou, we zijn professioneel bezig. Want ik kan dit hele zooitje kan ik zo verplaatsen. Ik kan dit zo aandraaien. En ik kan hem gebruiken. En dat doen we even zo. En hij zit vast. Helemaal goed vast. En dan heb ik van die knop ook geen last meer, want hij zit nou aan de andere kant. En ik weet niet meer wie dat gezegd had, maar iemand heeft gereageerd. En ik zal het hieronder vermelden wie dat is, want het is niet mijn idee. Dus eerlijk is eerlijk. Maar nu heb ik dit toch leuk opgelost.